Willy van Lerbergen, een naam als een klok. Het uh, gezicht, de stem, de pen. Ik ging bijna zeggen de fluit van het minivoetbal. Maar dat, nee, dat, is, niet dat mag niet meer zeggen. <laughs> van harte welkom, Willy. Um, ik denk. Je voelt je hier goed thuis in het Sint-Paulus-Instituut. Ik heb me hier heel, heel goed thuis gevoeld. Nu is het toch al een tijdje geleden dat ik hier een keer geweest ben. We hebben hier 51 jaar rondgelopen. Hè. We hebben 10 jaar hier uh, les gevolgd: lager onderwijs, hoger, middelbare normaal school. En nadien hebben we 41 jaar lesgegeven hier op uh, deze school. Waar, en tussendoor het minivoetbal opgestart en grootgebracht. Ja. Want heb je hier geminivoetbald? Twee keer per week, zeker. We speelden hier met de leraarscompetitie uh, één keer per week. Uh, we speelden over de middag met de studenten en de leraars een competitie. En dan gaf uh, ik nog een beetje training aan uh, de kleine mannen van het vijfde leerjaar. Uh, iedere week. Dus ja, we zaten hier wel genoeg op dat pleintje. En dan in het beginjaar begin, speelden we hier ook nog onze eerste competitiewedstrijden. Uh, na 68 hier, tot 75. En 75 is Mellen gebouwd, Bandy Mellen. Maar tot dan spelen wij vooral hier. Hier is alles begonnen, ja. Heb je een beetje verf mee? Want. De lijnen zie ik bijna niet meer. Ja, ik vrees dat, dat een beetje de vervrouwelijking is van het onderwijs. Oh, je dochter werkt hier zeker? Hun dochter werkt hier, maar ze is geen minivoetbalfanaat en he, dat is het eerste dat ik al zal zeggen. Uh, ja, vroeger waren het allemaal mannen en waren het allemaal jongens, nu is het gemengd onderwijs. En dat werd hier eigenlijk alle dagen ook een turnlessen en dat was de tweede turn. De meest gebruikte turn zal ik dat zo eigenlijk zo zeggen, dat was minivoetbal. En uh, ik heb dat nu al een beetje zien verdwijnen, maar de laatste jaren dat ik les gaf, zo, het gemengd onderwijs, uh, vroeger hadden we klassen van 30, 35, 35 jongens en 30 ervan uh, voetbalden. En op het einde hadden we klasjes van 22 en er waren 11 meisjes bij en er waren nog drie jongens die voetbalden. En dat is ook een klein beetje uh, hier toch achteruit gegaan. Ja, ja. Het enige wat ik mij afvraag, zijn het de officiële afmetingen? Officiële afmetingen. Uh, je kunt minivoetballen vanaf 28 meter tot 40 meter lengte. En ik denk dat dat hier uh, 28 meter is. He. Want <laughs> het reglement is gebouwd uh, naar die zaal hier. Laten we het eigenlijk zo zeggen. Uh, maar vroeger werd er wel 4 tegen 4 gespeeld. Hier is er niet 5 tegen 5 gespeeld. Dus hier is een provinciale competitie opgestart. 4 tegen 4. En nadien, als we 5 tegen 5 beginnen spelen, zijn, waren het ook al grotere terreinen. <clears throat> maar met de leraars spelen wij hier toch wel 5 tegen 5 nog? Ja. Ah, een ja die dus, competitie als technisch bedreven zijn kun je Voila. overal spelen op groot en een klein terrein ja, zo. maar is dit hier dan de bron ja in december 68 uh, is de competitie hier is de, de federatie getekend ah. het contract getekend de opstart van nationale onafhankelijke Minivoetbalbond. en daarvoor waren we hier al wel, wel wat bezig zo maar dan was dat was dan eigenlijk de officiële start en dan zijn we begonnen met Zes ploegjes uh, en wij waren er, ik was 15 jaar geworden uh, in 1968, dan waren wij een van de twee ploegen Bivosa Minivoetbal Sint-Alwisius. Nu noemt het Sint-Paulus, maar vroeger was de naam sint alvisius En een broeder en een lekenleerkracht die richtte elke clubknop met oud-leerlingen. En Gilbert Verleijen was erbij, dat was uh, André Knudde, agent, en Richard Baird, racing veteran, later bij Zottegem al gespeeld. Een, een grote naam in het minivoetbal. En ja, ik mocht eigenlijk uh, ja, nog niet minivoetbal, hij wou veel uitgaan thuis, maar Gilbert, dat was nu een van de buren, en dat was een serieuze jongen bij Gilbert, mocht ik dan meegaan, want dat was s'avonds, ja, s'avonds later, we hier uh, de opstart van het minivoetbal deden. Met zes ploegjes, en het jaar nadien was het, waren het er veertien. En wij waren direct kampioen, we waren de eerste kampioen met, met dingen. Maar ja, legerdienst en universiteitsstudies voor sommige mensen. Het Ploeg viel dan uiteen. En in 1973 zijn we dan opnieuw opgestart met André Knudde en nog enkele andere, En ja, dat waren we eigenlijk vertrokken opnieuw. Maar het mini is altijd van 1968 zijn ze hier gestart. En dan spelen we zo'n beetje overal. Hè. In Zelzaad, uh, Dijns is er dan zo wat vlucht bij. Ik weer wat ploegen en al. En, maar nou, we hadden eigenlijk geen thuis al. We voelen ons overal thuis. We spelen in Nog Zelzaad. Spe ja, gelijk dat we nu ook al het zijn, voelen we voelen ons overal thuis. Ja. Wat heeft jou altijd aangetrokken in dat minivoetbal? Ja, wel. De, 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 de beste soort voetbal dat er bestaat is het minivoetbal. Wie dat niet graag doet, dan, dan, dan zei die geen voetballer. Ik heb, ik heb veldvoetbal gespeeld, ik heb minivoetbal gespeeld. Maar hier op, op de kleine ruimte altijd versturen, bij de bal zijn. Altijd betrokken zijn bij het spel. Op een ideale omstandigheden, een even ondergrond. Uh, dat, dat is, als je ja, technisch een beetje bedreven bent, is dat de, de meest leuke voetbalsport die er bestaat. Laten we het eigenlijk zo zeggen. Op het veld kunnen je, kun je vijf minuten met kou staan. Op het minivoetbalterrein kun je geen 30 seconden dat je niet bij, bij het spel betrokken bent. En daarom zal het minivoetbal nooit verdwijnen? Nee, denk het niet. Al hebben we, nee, we mogen wel toegeven dat het nu niet gemakkelijk is. Kleine sporten hebben het momenteel niet gemakkelijk. Uh, maar minivoetbal is eigenlijk veel te leuk dat het, dat het zou verdwijnen. Uh, maar het wordt misschien nog, ja, er is nog altijd een beetje weerstand van het veldvoetbal. Misschien niet zoveel als vroeger. Omdat we, na de fusie met Voetbal Vlaanderen is dat... Dat is, die weerstand is toch al een beetje weg, dat we geen dissidente federatie niet meer zijn, dat we een deel van zijn. Maar bij trainers, eh, zelfs uit het provinciaal voetbal, is er nog altijd wat weerstand dat het minivoetbal niet goed zou zijn. En ik kan me eigenlijk indenken, moest ik trainer zijn van de vierde provinciaal. ik zou geen training geven, ik zou ze twee keer in de week laten minivoetballen. En denk dat we beter resultaten zouden halen nou, dan, dan tien keer rond dat veld te laten lopen. Je hebt het wel nodig. Allee, fysiek, altijd gezegd, mini-voetbal en veldvoetbal, dat zijn complementaire sporten. Laat dat naast elkaar gaan en je hebt een ideale voetballer. Zowel op het plein als op het mini. Het zal er misschien ook nog van komen. Ja, dat zal wel waarschijnlijk, maar het zal niet meer voor ons zijn. <laughs> Maar ik hoop dat. Dat eigenlijk wel... Als je mensen die toch een beetje bij het voetbal betrokken zijn, erover hebt, dan... dan ja, iedereen ziet dat wel in. Hè. Zelfs Bob Browais, technisch verantwoordelijke van de Voetbal Vlaanderen, die zegt dat eigenlijk ook zo. De mensen, de jonge sporters, zeker de jonge sporters, zouden allemaal in zaal moeten gespeeld hebben. En als we kijken naar de Zuiderse landen, Portugal, Brazilië, tot in 13, 14 jaar spelen ze allemaal in zaal. En niet op het, op het veld. En die gasten die kunnen eigenlijk ook een beetje meer. Portugezen en Braziliaan kunnen ook mee. Voetballen, dus uh, zo slecht zal het dan wel niet zijn. Hè. Nee. Maar is het minivoetbal over zijn hoogtepunten heen? of Ja, niet? Qua, qua aantal clubs uh, moeten we nu toegeven dat we ja, de laatste seizoen toch wel een beetje een terugval hebben. We hebben het zien groeien, geweldig zien groeien. Ja, enorm. Maar uh, ja, de laatste jaren is het. Uh... En wat is de reden? Ja, ik denk dat het een beetje verschillende redenen zijn. Hè. Uh, corona heeft ons geen deugd gedaan. De, de, het is een sociale sport, kleine groepjes die samen zijn. Corona is er gekomen hè, en die kleine groepjes zijn noodgedwongen uit teen gevallen. Ze kwamen niet meer samen, mochten niet meer samenkomen. Tegelijkertijd was dan de opkomst van padel. Veel voetballers padellen. Ik had er niets op tegen, hè, want dat was eigenlijk onze voorzitter die ook padel grootgebracht heeft, Jan Bonaris. Um, maar Iedereen had dan uh, de maakte dingen. En om de clubs dan terug te brengen was het niet gemakkelijk. Ik moet uiteindelijk ook wel toegeven dat de fusie met Voetbal Vlaanderen op dat moment ook niet op het gepaste moment kwam. Want als wij fusioneerden, de spelreglementen van het minivoetbal dat bleef wel hetzelfde. Maar sportreglementen, dat moest allemaal een beetje eenvormig gemaakt worden en op dat moment, wij als minivoetbalbestuur wisten eigenlijk ook niet goed, wat mogen we beloven, wat mogen we, hoe zit het in elkaar, we waren een beetje onzeker en dat heeft dan eigenlijk ook wel parten gespeeld om nieuwe clubs, om voluit te gaan voor nieuwe clubs. Het is een beetje een En geweest. En ja, ik zal het er nog maar bij zeggen. De pers uh, tegenwoordig ja, geen, geen letter meer in een geschreven. Krant of ergens uh, vroeger kregen we nog ja, vrij veel persaandacht voor een kleine sport, als het minivoetbal. Dat is ook volledig gedaan. En telt maakt die optel, som van dit. Maar ik denk wel, alleen nu met, met de fusie van Voetbal Vlaanderen, dat dat er eigenlijk wel gaat doorkomen, dat, dat we dat, dat we misschien vijf, zes jaar een beetje uh, minder zullen hebben. En nadien. Met een nieuwe voorzitter, met wat jongeren, zal dat misschien allemaal dan wel een keer heropleven. laten we eigenlijk zo zeggen. Het valt me op dat je het woord engagement niet gebruikt. Wat je ja. Ja, in andere sporten wel ziet: van, ja, een heel seizoen je engageren voor ja. een team. Ja, dat, dat, is, dat is zeker. Het engagement dat is niet meer gelijk dat wij, ja, als, als ik nog sport uh, er was, uh, vroeger deden wij een ganzer seizoen met, met, met negen leden, acht, negen leden op, op een aansluitingsformulier. En we konden een ganzer seizoen rondmaken zonder probleem. Wij moesten nooit forfait geven, nooit denken aan een forfait. Dat bestond niet. We moesten ook geen wedstrijden verschuiven. Er was een kalender in het begin van het seizoen. Die competitieleider in de tijd, die was gewoon leven tot en met. En nu is dat eigenlijk een voltijdse opdracht. Want ja, kijk, ja, het is, de maatschappij zit wel anders in elkaar. Mensen moeten naar het buitenland voor hun werk. Mensen gaan, ja, gaan een keer meer op reis, gaan een keer meer op weekend. En ja, en ja het is een beetje gemakkelijker uh, te zeggen van nee. Want nu zijn ze met twintig spelers op een aansluitingsformulier. En ze krijgen er soms geen vijf samen. Hè, want er zijn veel, veel meer forfaits. En dat is ook een beetje nefast voor een competitie. Als er te veel forfaits zijn, ja, dat is geen vlotte competitie. Laten we eigenlijk zo zeggen. Nee, want het grappige of het schrijnende is dat zelfs... In de hoogste reeks, ik, ja. professie. Ja. Dit is toch ongezien? Ja, dus dat, eh, dat, dat is het eerste jaar dat we dat eigenlijk meemaken. Het zijn misschien wel, alleen laten we nu zeggen, het geval Ronsen, misschien een beetje met een kop spelen dat dat er eigenlijk ook bij is. Een beetje uit ja, ontevredenheid, uh, dingen, maar een beetje ei, zelfkritiek zou het eigenlijk ook wel mogen bij die mensen. Um, en maar het gebeurt ook bij Hart Beur. die Beur, ja, die een beetje leeggeroofd is bij het begin, eh, of in het tussenseizoen. Een heel moeilijk seizoen gekend, gekend heeft. Nul punten. En dan nog een coach die zich kwetst eh, zonder coach komen te zitten. En dan is, ja, hebben ze de handdoek geworpen en wat ja, voor vijs laten optekenen. Maar dat was vroeger niet het geval. Dus uh, ja, dat is het ja, bijzonder, bijzonder spijtige aan de uh, eerste nationale dit seizoen. Ja. Ja, je bent natuurlijk voor de breedte sport. Maar de weken van de waarheid komen eraan. Iedereen kijkt naar de hoogste reeks, naar die bekerfinale. Doe jij dat ook nog altijd? Wel, natuurlijk. Ja, want uh, in het begin, zo, zoveel jaar terug, moet 25 jaar terug gaan, zeker. Hè. Als we de play-offs in het leven geroepen hebben, dan was er ook zeer veel weerstand tegen die play-offs. Hey, het kampioenschap, de sterkste had gewonnen en die play-offs, dat was er niet nodig. Nadien hebben ze het wel moeten toegeven, zo van, hey, als er dan al aandacht was van de pers, dat, dat die play wedstrijden toch wel ja, het summum waren. Hey, de pers kwam erop af. En de, en iedere, hey, die die topploeg die kwamen toch wel een beetje in de kijker en ook die spelers. En ook de bekerfinale, die profiteerde daarvan mee. Laten we zeggen vorig jaar, die testwedstrijd in de hogeschool dat we gehad hebben op het einde van de competitie. We konden ons geen betere reclame uh, indenken voor onze Beertfinal. Wat dan we eigenlijk ook sinds lang heel veel publiek uh, mogen verwelkomen. Dus ja, die pre-off wedstrijden, en die eindronde, ja, daar leefden we wel naartoe. Dat, dat is eigenlijk. Er wordt het hele seizoen gewerkt en eigenlijk hebben het ook het voordeel van die play-offs en play-downs. Er is in iedere reeks en van onder en van boven is er wel strijd. Nu met die play-offs en naast dat die eruit valt, is het misschien wel een beetje anders dan andere jaren. Maar ik hoor dan eigenlijk toch ook een tweede nationale ploeg, als Oliver Boys die er willen bij zijn. Die, die willen die eindronde spelen in de tweede nationale. Die willen promoveren naar de eerste nationale. Ja, die, de, daar leeft dat ook. Dus, dus jullie dus. hebben eigenlijk het zaadje geplant voor de Pro League nu? We hebben voor alles de, het zaadje gepland. Want eh, vroeger waren ze, laten we eigenlijk zeggen, vroeger, nu zijn we gefusioneerd met de Welse voetbalbond of Voetbal Vlaanderen. Eh, vroeger was er verbod. Eh, dat was niet goed, mini voetbal. Maar nu spelen ze ook vijf tegen vijf, spelen ze drie tegen drie, spelen ze op kleine terreintjes, wat wij vroeger zeggen. Of eh, dingen, die bal is veel te zwaar, dat terrein is veel te groot voor jeugd. Je kunt geen betere sport hebben voor jeugd dan, dan, dan dat Dat wordt ons nu een beetje nagaapt door, door Voetbal Vlaanderen, maar wel, we zijn er blij mee. Maar we blijven er nog altijd bij dat ze nu, allez, veldvoetbalclubs, dat ze in de winter eh, op zondag voor voor hun jeugd eh, techniektraining geven. Als het regent, als het sneeuwt, als het vriest, als het koud is, dan de kleine mannen er met kou staan. En dat er eigenlijk geen beter techniektraining is dan een matchje minivoetbal op zondag voor in, in, in een mini-competitie. Op een, ja, op een gladde ondergrond, in een gezonde omgeving, in de zaal. Geen kwetsuur mogelijk. Er is geen contact. Uh, het is, contact is verboden. Dus ze kunnen eigenlijk geen betere techniektraining hebben in een spelvorm dan een matchje mini-voetbal. Tot slot, hoe lang ga je nog door met het mini-voetbal? Het huwelijk? Uh, het huwelijk denk ik dat er zo nog een jaar of drie zal duren. Ik ben nu benoemd voor vier jaar geweest in voetbal Vlaanderen. En dan uh, moeten we het Chinees parlement niet van maken. Nee, dan, dan gaan we mee stoppen, denk ik. Ik wens je nog heel veel plezier in het mini -foetbal. en ook daarbuiten weer. Ja, dank je wel.